Wat is de relatie tussen het HPV-virus en seks? Het HPV-virus is een virus die voorkomt zowel bij mannen als bij vrouwen. Het virus zal zich nestelen bij de geslachtsdelen, dus bij de penis of bij de vagina. En meestal ruimt het lichaam dit vanzelf op. In sommige gevallen blijft het virus aanwezig en kan het zelfs zorgen voor bepaalde vormen van kanker. Het HPV-virus wordt overgedragen door middel van seks. Dit kan met de penis of de vagina, maar ook met de handen of met de mond. Omdat het virus wordt overgedragen tijdens de seks, is ervoor gekozen om kinderen op jonge leeftijd al te vaccineren tegen het HPV-virus, zodat zij al gevaccineerd zijn voordat de eerste seks heeft plaatsgevonden. Daarom is er gekozen om voor de leeftijd van 12 jaar kinderen al een vaccin tegen het HPV-virus aan te bieden.